Hallo, hallo, leuk dat je kijkt naar een nieuwe video. Ik ga vandaag een volledige look maken met nieuwe producten die of nieuw in de winkels liggen of die ik nieuw heb en dus nog niet zo lang in gebruik heb en die ik hier graag met je wil delen. Ze komen uit Amerika, ze komen uit Nederland, ze komen uit van de Trekpleister, de 1+1 gratis actie waar ik wat dingetjes heb gekocht. Dus mocht je die video hebben gezien en mocht je denken van, oh, daar wil ik wel eens wat producten van zien, blijf dan vooral kijken. Het is een mengeling van first impressions en van reviews. Sommige dingen heb ik al eerder geprobeerd en wil ik dus vandaag met je delen. En sommige producten zijn echt helemaal nieuw en zijn de first impressions. En wil ik ook graag aan je laten zien. En dan gaan we echt samen voor de eerste keer testen. Ik ga dat per product noemen. Is het de first impressions of is het een review? Heb ik het al eerder gebruikt of niet? Mocht je dit soort video's leuk vinden, make-up tutorials, make-up video's en dergelijke, vergeet je dan niet te abonneren op mijn kanaal. Er komen nog meer make-up tutorials en video's aan. Dus mocht je dat leuk vinden, vergeet je niet te abonneren. Heel veel kijkplezier! Laten we gauw gaan beginnen bij mijn huidje zonder make-up. Ik heb uiteraard mijn basis, mijn gezichtsverzorging gewoon toegepast. En dan begin je uiteraard met een primer. Dit is de L'Oreal Infallible Mattifying Primer. Hij is niet in Nederland te koop, wel in Duitsland. En ik hoorde er hele goede verhalen van. Ik heb hem in Duitsland gekocht. In Amerika een nieuwe. Daar is hij in andere verpakking, maar het is hetzelfde product. En ik vind hem heel erg fijn. Het is... het lijkt een beetje op die van Hourglass. Misschien dat ik hem daarom ook wel zo fijn vind. Het is een beetje een milky-achtig product. En hij werkt heel goed mattifying. Matterend dus gewoon. Laten we het gewoon Nederlands houden. Hij ruikt lekker. Dat is natuurlijk niet het allerbelangrijkste. Maar ik vind het wel fijn als een product ook een beetje lekker ruikt. Vind ik zelf wel heel belangrijk. Het is echt wel een goede primer. Hij blijft goed zitten gedurende de dag. Hij houdt me inderdaad mat. Hij houdt mijn make-up aardig op zijn plek. Wat ik al zei, het is niet zo goed als die van Hourglass. Maar het prijsverschil is er dan ook. Ik heb goede hoop dat hij naar Nederland komt. Dus mocht je nooit in Duitsland komen, dan heb ik goede hoop dat hij naar Nederland komt. En het is wel echt een budgetproof ook. Want hij is, ik geloof, 10 euro of zo. En L'Oreal heeft vaak 1+1. Dus dan kun je hem voor 5 euro kopen. Dus dit is wel een aanrader. Dit is meer een review dan een first impressions, want ik heb hem al vaker gebruikt. Dan hebben we nog twee producten die ik echt als review wil gaan gebruiken. Ik heb hier de MAC Next to Nothing Face Color. Dit is een BB cream-achtig product wat niet helemaal dekt, maar wat wel je gezicht mooi in gaar moet maken en flawless moet zijn. Ik heb de kleur Light Plus. En het is echt een goede BB cream. Hij houdt mij niet zo heel erg mat, maar... Wanneer ik de Urban Decay Velvetizer er doorheen meng, houdt hij mij veel matter. Ik vind dit een fijne combinatie. Ik vind dit sowieso een heel fijn product. En het zijn relatief nieuwe producten. Althans, deze was heel lang niet in Nederland te koop. Is pas sinds kort te koop. En deze heb ik al eerder gekocht, maar nog gewoon een tijdje niet gebruikt. Dus het zijn voor mij redelijk nieuwe producten. En ik doe een paar pompjes op mijn hand. Kijk, het is best... Het is niet zo dun als een normale BB cream, zeg maar. De foundations van MAC zien er ook ongeveer zo uit. En dan draai ik dit open. Had ik beter eerst kunnen doen. En dan doe ik dus een paar snufjes. Het is echt heel dun poeder op die foundation. Kijk, hij gaat helemaal runny worden. Dit ga ik dus mengen. En dan zul je merken dat je product een stukje dikker wordt. En ik vind het eindresultaat ook mooier. Even kijken. De kleur klopt bij mij ook aardig. De kleur van de foundation dan. Hij doet niks aan de kleur, de Velvetizer. En ik ben heel blij dat die Velvetizer naar Nederland is gekomen. En dus nieuw in het Urban Decay assortiment is. Want ik ben er wel heel tevreden over eigenlijk. Ik heb een schone EcoTools Beauty Blender gepakt. Want die van mij was echt niet meer representatief. Die zag er echt niet meer uit. En voor privégebruik is dat prima als hij hygiënisch nog in orde is. Maar hij zag er echt niet meer goed uit. Je moet dit product van MAC wel echt even opbouwen. Want het is gewoon een heel licht gewicht, zeg maar. En ik hou toch wel een beetje van meer coverage. Dus ik doe er een tweede laagje over zonder poeder. En dat werkt ook prima. Het is niet echt een product wat ik iedere dag zou willen dragen, puur omdat het best wel glanst voor mijn vettige huid. En omdat ik het ook, de dekking die het heeft, moet ik te veel opbouwen
om ja, nuttig te zijn, zeg maar. Je wil een BB cream lekker even snel aan kunnen brengen. En dat, tenminste, dat is wat ik met een BB cream wil. Daarom draag ik een BB cream, dat ik het even lekker snel aan wil brengen. En die van Rimmel bijvoorbeeld, die heeft best wel een goede dekking. En die van MAC gewoon niet zo heel goed. Ik ben er semi tevreden over. Laten we het dan daar ophouden. Nou, dit zijn twee laagjes. Zoals je ziet zijn mijn pigmentvlekjes nog gewoon zichtbaar en zo. En daarom is het niet mijn favoriete product. Maar het is wel een relatief nieuw product. Dus ik wilde hem graag in deze video laten zien wat ik ervan vind. Gaan we over op een redelijk nieuwe concealer. De Revolution Makeup Revolution Conceal and Define. Dit moest een dupe zijn van... Wow, grote borstel. Van die van Tarte. Dit is een first impressions, want ik heb hem nog niet eerder geprobeerd. Ik hoor er hele goede verhalen van. Oh, de kleur klopt wel aardig, want hij is een beetje rozig. Een ondertoon en mooi licht. En ik ga ook een beetje op mijn neus doen. Want daar heb ik dus ook vooral sproetjes en pigmentvlekken. Kijk even in mijn spiegeltje. Sproetjes en pigmentvlekjes die ik weg wil krijgen. Ik vind de applicator in ieder geval al heel fijn. Dus dat is een plus. En dan ga ik met mijn sponsje het blenden. Oeh. Het is wel wat moeilijker te blenden, want het is gewoon bijna verf of zo. Op zich blendt het wel in de huid, maar je moet er gewoon net even wat meer moeite voor doen om het in de huid te werken. En ik heb nou natuurlijk ook deze basis eronder gebruikt en ik zie er nou heel gevlekt uit trouwens. Maar dat is echt het licht in, want in het spiegeltje valt het wel mee. Dit is natuurlijk een product wat je, ja, je zou natuurlijk heel veel andere basis onder die concealer kunnen gebruiken. Gaan we verder met poeder. Ik heb hier de Laura Mercier Translucent Loose Powder. Hele goede verhalen ook ervan over voor de vettige huid en zo. En het is een kleintje. Deze zag je in mijn Sephora shoplog. Oeps, sorry man voor het kleed. Ik zal daar eventjes stofzuigen. Nou, ik heb sowieso beloofd dat ik dat zou doen. Wat was ik nou aan het vertellen? Oh ja, ik kocht een kleintje, zag je in de Sephora shoplog van Amerika. En ik hoorde er wederom hele goede verhalen van. Ik pak gewoon mijn sponsje en ik dep het er zo in. En dan ga ik het onder mijn ogen aanbrengen. Deze heb ik al een keer eerder gebruikt. En ik moet zeggen, één keer. Dus ik kan er niet heel veel van zeggen of zo. Toen gebruik ik het een beetje om de concealer te zetten. Dat ik er eigenlijk wel heel erg tevreden over was. Hij houdt mij heel, best wel heel goed mat. Dus dat mag ook wel voor die prijs. En met zo'n kleintje doe je ook nog best wel even, hè. Van om mijn hele gezicht eigenlijk met poeder ja, in de huid te blenden. Behalve mijn wangen, want daar wordt de blush niet mooier van en de bronzer. Dus ik ga eventjes mijn hele gezicht hiermee bewerken. En dat doe ik op de volgende manier. Ik zet een stip en die blend ik uit over mijn hele voorhoofd. Ik ga het echt in de huid deppen. Kijk, je hoeft jezelf niet bewusteloos te slaan. Maar als je een beetje harder drukt, dan druk je het echt in de foundation. En dan blijft je foundation gewoon mooier zitten. Ik heb de rest van mijn gezicht even bewerkt met of mijn wangen met gewoon Catrice Velvet Finish Powder. Want ik heb geen nieuwe poeder de laatste tijd getest. Met de poeder samen en zo geeft deze toch wel best wel een mat resultaat. En dat is ook al... Er zit een haar om mijn oog. Ja. En dat is toch ook al wat ik eerder heb bemerkt. Dat wanneer je hem niet afpoedert. Ja, ik poeder sowieso altijd af dat hij niet zo heel erg geweldig is. Maar ik vond het ook wel eens leuk om een... product in mijn video te gebruiken waar ik semi tevreden over ben. En dat is dus dit product in dit geval. Gaan we verder met Den Ogen. Die had ik eigenlijk gezien het palet wat ik ga gebruiken even beter eerst kunnen doen. Omdat het nogal fallout kan geven. Maar ik ga een nieuwe oogschaduwbasis gebruiken van de Action Makey Eyeshadow Primer. Nog nooit gebruikt, dus ik weet niet of het iets is. First impressions, als hij heel goed of heel slecht is, hoor je er wel iets van in mijn tops en flops. Maar ik ga deze dus gebruiken. Het is in ieder geval een wit spulletje. En we gaan het gewoon eens zien hoe het loopt. Oeps, dat is wellicht te veel. Want het laat zich makkelijk verdelen. Even met mijn andere vinger hoor. Moet ik net even... Het voelt vrij vettig aan op het eerste gevoel. Maar als ik het dan echt wat beter inblend, dan valt het wel weer mee.
Het is wel een product wat je wat beter in moet blenden. Mijn oogleden zien er nou ietsjes witter uit. En voor een oogschaduw is dat natuurlijk, of een oogschaduwbasis is natuurlijk heel goed. Ik ben super benieuwd hoe lang dat die houdt. Het vettige gevoel is nou weg, maar je moet er wel even iets meer voor werken. Dus verder kan ik er nog niks van zeggen. Ik ben heel enthousiast over het palet wat ik ga gebruiken. Ik ga namelijk het Soft Glam paletten van Anastasia gebruiken. Je weet, als je me langer volgt, hoe verliefd ik ben op het Modern Renaissance paletten. En ik kan niet zeggen dat dit de nieuwe liefde is, maar wel een tweede liefde. Hoe zien de kleuren eruit? Veel mensen zeggen, wat een saai paletten. Ik hou van saaie paletten, dat klinkt heel stom. Maar dit is all you need in een dagelijkse oogschaduw look. Ik ga beginnen. Waar ga ik mee beginnen? Ik ga beginnen met die kleur Orange Soda als overgangskleur. Dus zeg maar. En ze zijn heel gepigmenteerd en toch blenden ze ontzettend goed. Ik pak even dit spiegeltje. Dus je denkt, waar kijkt ze naar beneden? Nou, daarom kijkt ze naar beneden. Zo, let niet op mijn wenkbrauw trouwens, die moet ik nog gaan doen. Die kleur Orange Soda zit erop. Hele leuke, vrolijke lentekleur. En ook, ik denk wel geschikt bij de look die ik nou graag wil gaan maken. Dan ga ik een crease kleurtje aanbrengen. Nou, eigenlijk ietsjes meer. Ik ga wel meer diepte creëren. Dus hij zit net ietsjes boven de crease. En dan ga ik de kleur Burnt Orange gebruiken. Die zit ook in het Modern Renaissance paletten. Ik gebruik trouwens een kwastje van Real Techniques. Dat vergat ik te zeggen. Dit is de blob. Weet ik veel hoe die heet. Staat er niet op. Maar in ieder geval zo'n crease kwastje. Zie je? Je ziet mooi het verschil. En toch is het mooi geblend. Nog een beetje bijblenden. Zo. Dan ga ik een Outer V kleur aanbrengen. Of ja, een beetje aan de buitenrand zeg maar werken. En dan ga ik voor de kleur Sienna. Omdat die net even iets warmer is dan die. Die is donkerder, maar die is warmer. En ik ga liever even voor een warmer iets. Misschien dat ik het daar nog ga opbouwen hoor. Dat weet ik niet. Een beetje aan de buitenste hoek van mijn ogen. Ja, en dit ga ik echt nog wel wat opbouwen. Als ik het zo zie. Ja, ik ga het beslist nog een beetje opbouwen met de kleur Cypress Umber. Heet die? Ja, deze kleur. En dan bak ik een iets kleiner oppervlakte van wat ik net heb. En dan ga ik dan weer met die kleur Sienna weer wat uitblenden. Zo, dan rest ons nog een highlighter kleur en een kleur op het ooglid. Ik zit een beetje te twijfelen. Want deze kleur zou natuurlijk heel mooi bij mijn kleding staan. Maar ik weet dat ik deze kleur ook heel erg mooi vind voor op het ooglid. En ik weet dat die kleur glistening ook heel erg mooi is. Dus twijfel, dilemma. Ik denk dat ik dit dan aan het binnenste gedeelte van het ooglid ga doen. En dan ga ik voor die kleur bronzer. Dan kan ik ook een van die metallic shades laten zien aan het buitenste derde gedeelte. We beginnen dus met Fairy. En zoals je ziet is het heel erg gepigmenteerd. Je zou die metallic shades wel nat aan kunnen brengen, omdat het dan wat beter blijft zitten. Maar qua pigment hoeft dat echt niet. En ze liggen wel dicht bij elkaar, de kleuren nageven. Ik vind het best een mooie ooglook geworden, stiekem. Gaan we over op eyeliner. Deze zag je in mijn... ik heb jeuk, maar ik mag niet zo goed krabben, want dan gaat mijn foundation eraf. In mijn trekpleister shoplog. En ik ben er heel tevreden over. Althans op de swatch, want ik heb hem dus nog niet geprobeerd. Hoezee. Hij is mooi mat. Ik wilde graag een matte zwarte eyeliner. En het tipje ziet er heel fijn uit. Het is ja een soort van de vorm van een kwastje, maar het is van siliconen. En ik wou vrouwtjes echt even heel erg onder de indruk. Je kan er echt een heel dun lijntje mee creëren. Door dat puntje dat erop zit. Ja, daar zit echt zo'n heel dun puntje op. Wat een beetje uitsteekt, zeg maar. En daar kun je echt een heel dun lijntje mee creëren. En dat had ik niet verwacht. Ik ben benieuwd hoe die gedurende de dag blijft zitten. Laat ik niet weten in deze video, want dit is dus een first impressions. Maar tot nu toe echt heel positief verrast.
Gaan we nog even verder met de ogen. Ik gebruik de Lash Primer van Essence vandaag. Dat zag je ook in de shoplog van de trekpleister. En ik ben dan gewoon heel erg benieuwd naar wat die gaat doen. Ik heb hem gisteren gebruikt. Maar toen heb ik daarna een Chanel mascara aangebracht. En ik ben ook benieuwd of hij het met een wat minder heftige mascara die hij dan doet. De Maybelline Total Temptation. Deze heb je bij ons in de niet waterproof variant. In Duitsland is de waterproof variant te koop. Deze kocht ik in Amerika. Maar ik weet eigenlijk zeker dat heel binnenkort deze ook naar Nederland komt. Dat is altijd. Eerst Amerika, dan Duitsland, dan Nederland. En natuurlijk UK en zo. Maar ja, daar kom ik dan niet zo vaak. We gaan in ieder geval beginnen met de Lash Primer. Het is een siliconen borsteltje. Gewoon eens kijken wat hij doet. Ik weet niet of je het ziet, omdat het dus wit is. Maar hij maakt mijn wimpels nou al wel lang. Dit laat ik even drogen. Hoe gek het er ook uitziet. Want ik vind het niet erg om zwart in mijn primer mascara te hebben. Maar ik vind het wel vervelend om wit in mijn zwarte mascara te hebben. En ondertussen gaan we verder met de wenkbrauwen. Dit is ook weer zo'n product wat niet nieuw is. Maar wat ik nieuw heb. En dus nieuw heb gebruikt. Deze kocht ik in Amerika. Het is de Milani Brow Pomade. In de kleur 04 brunette. En hij heet Stay Put Brow Color. Maar het is dus gewoon een brouwpomade. Ik heb hem ook al veel gebruikt, zoals je ziet. En ik vind dit wel een fijne manier om mijn wenkbrauw te doen. Als je mij kent, dan weet je dat ik een hekel heb aan mijn wenkbrauw doen. Ik vind het geen leuk deel van mijn make-up routine. En het liefst zou ik ze zo laten. Maar ja, dat ziet er ook weer niet uit. En dan vind ik ook dat de rest van je make-up het zeg maar afbreuk doet aan de rest van je make-up. En wat ik gewoon doe. En ik zet gewoon het bovenste lijntje. En het onderste lijntje doe ik met dezelfde applicatie. Want die wil ik dus iets... Toeter. Want die wil ik dus ietsjes, hou op, die wil ik dus iets lichter hebben. Zo, 20 keer schoonheidprijs, maar het zit en dat is voor mij prima genoeg. Gaan we verder met die mascara die ik dus net al eventjes liet zien. De Maybelline Temptation. Ik vind hem goed. Hij is waterproof. Hij houdt mij goed, ook als het wat vochtiger weer is en zo. En ook om mee te zwemmen is hij ook goed, want dat heb ik ook geprobeerd. Hij heeft een fijn borsteltje. Ik vind wel alleen maar, misschien ligt dat aan dit product, dat de stopper het niet helemaal goed zijn werk doet. Want er zit vrij veel product op. We gaan eens kijken. Trouwens, dit is al bijna helemaal opgedroogd dat het gewoon bijna zwart is. Oh, hij gaat echt klonten. Eigenlijk één oog zonder primer moeten doen. Want de vorige keer dat ik dit product gebruikte, klonterde die niet. En nou zie ik er ook best wel, omdat dit misschien net wat minder product bevat. Het is net een wat drogere mascara. Dat die wel wat grijs is. Mijn wimpers. Van veraf zou je dat niet zien, maar van dichtbij wel. Nee, dit is geen... favoriet, althans niet in combinatie met deze mascara. Met die van Chanel wel, maar ja, dan als je Chanel gebruikt heb je deze niet nodig. Want Chanel is gewoon al heel goed en volumieus van zichzelf. Het maakt mijn wimpers plakt aan elkaar. Het maakt ze ja, in ieder geval in combinatie met deze. Ik wil ze nog met andere mascara's gaan proberen. Zo lijkt het nog wel wat, maar het plakt gewoon heel erg aan elkaar. En je ziet gewoon de grijze witte kleur er nog onder. Dus... deze is wel fijn, want die heb ik ook al losgeprobeerd. Ik heb hier een beetje uitgezoomd omdat we verder gaan met het gezicht. En wel met mijn nieuwe bronzer van Guerlain. Dit is een AirPod Exclusive. Dus dit is niet zo groot te koop, maar wel op het vliegveld. Het ruikt naar oma's. Het heeft echt niet een lekkere geur. Maar goed, we gaan het wel aanbrengen. Het product zelf vind ik wel heel mooi. Deze heb ik vaker al gebruikt. Dit is trouwens een kwast van EcoTools, de Blending & Bronzing kwast. Een hele grote aanrader. En ik zet mijn kwast schuin. En het fijn aan deze bronzer vind ik dat je hem, dat hij makkelijk te blenden is. Dat hij niet al te opvallend is, dus niet overgepigmenteerd. Nou komt er ook wel door de kwast die ik gebruik. En dat hij echt gewoon in de zomer mooie definitie aan je gezicht kan geven. Net even dat... ja, sunkist effect, zeg maar. Het volgende product is natuurlijk blush. En ik gebruik de nieuwe, of althans voor mij nieuwe blush. Nou, dit is gewoon een nieuw merk in Nederland. Lottie Londen. En dit is de Blush Crush. De dosis doet me een beetje aan die van Bourjois denken. En ook de, ja, binnenin, zeg maar. Dit is de kleur Justin. Kon je zien in mijn shoplog van de trekpleister. De 1 plus 1 gratis actie. En... oh, het valt mee. De wangen, maar dat komt ook omdat ik hem goed heb afgetikt, denk ik.
straks even dit ook wel beter blenden. Want... je kan hem nog best vrij subtiel aanbrengen, vind ik. Valt niet tegen. Even dit zo dan. Beetje blenden. Ik ga hem daar nog verder blenden hoor, met poederkwast. Ja, hij laat wel de textuur op mijn wangen een beetje beter zien. Maar ja, dat heb ik wel met meer blusjes, niet alleen met deze. Hij is trouwens 5,99, dus valt ook reuze mee. Even weer hetzelfde doen. Dan gaan we over op de nieuwe Resi Highlighter. Hij is nieuw en ik heb hem ook nieuw. En dit is een geweldig product. Zat hij niet ook in mijn april favorieten? Ik meen van wel. En het fijne aan dit product is dat je er overheen kan gaan waar je wil. Er komt geen fallout. Ik tik af, maar eigenlijk hoeft dat gewoon niet. Een hele mooie warme kleur. Echt perfect voor de zomer. En oeps, te veel. Dat is wel het gevaar, want je ziet dus niet hoeveel product je aan je kwast hebt. Maar dat geeft niks, want we gaan het zo blenden. Ik krijg het niet beter weggeblend dan dit. Dat is een voordeel en een nadeel, want een voordeel is dat hij goed blijft zitten. En een nadeel is dat als hij er helemaal op zit, dat je hem dus niet kan vervagen. En dat is wel weer het voordeel dat het dan goed blijft zitten. Zijn we helemaal klaar, behalve de lippen. En voor de lippen ga ik deze van Catrice gebruiken. Zag je ook in mijn shoplog van de trekpleister. Het is een beetje een mengelmoesje van producten die ik in Amerika kocht. En producten die ik bij de trekpleister kocht met de 1+1 gratis actie. Het is de kleur Pink Up The Volume. Oeps, hij geeft een draad, zo'n sling. Hij ruikt niet naar mint. Meestal zijn dit soort lipboosting dingen die dan naar mint ruiken. Maar deze niet. Ik zie amper kleur. Ik zie wel iets. Dit is ook niet het product dat je één keer gebruikt en dat je dan al meteen... bam, volume... lippen met volume hebt. Let's make it easy. Ja. Subtiel kleurtje. Je moet er van houden. Maar voor naar mijn werk of zo zijn dit wel de producten waar ik van hou. En ik denk dat je inderdaad als je het vaker gebruikt. Dat je dan best wel een volume kan krijgen. Omdat er mint in zit. En mint is niet goed voor je lippen. Eigenlijk wat het doet is dat het je lippen kapot maakt. En dat ze daarop zitten. Eigenlijk zet het een soort van ontstekingsreactie teweeg. Maar... ja, het werkt wel. Ik hou er niet zo van. Van dit soort dingen die ja, eigenlijk gewoon je lippen kapot maken. Maar ik vind het wel leuk om gewoon een keer getest te hebben. En first impressions bij deze. Dit was mijn volledige first impressions. Zeker review van allerlei nieuwe make-up producten. Eigenlijk alles wat ik gebruikt heb is nieuw. Behalve het poedertje. Maar die had ik geen nieuwe. Ik wil je bedanken voor het kijken. En heel graag tot de volgende keer. Doei!